Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en welkom bij een nieuwe virtual reality video. Jazeker, ik ga hem weer doen. En dit keer doe ik dat met een heel slim apparaatje. De ModMic Wireless. En daarmee kan ik draadloos praten met jullie. En die gaan we even hierop monteren. En dan gaan wij hopelijk een iets beter geluid krijgen uit deze microfoon. En dat je mij goed hoort praten. Ik doe geen facecam, maar ik ga Pavlov VR uitproberen. En Pavlov hebben we al een keer gespeeld, maar toen was het nog heel early. En nu is er zoveel bijgekomen, waaronder een shooting range. Dus ik wil eens flink met die geweren aan de slag gaan. Je moet VR ooit een keer hebben meegemaakt om echt te begrijpen hoeveel diepgang en hoe dat voelt. We gaan hier in de kamer staan. Alles wat je ziet, dat moet ik echt doen met deze bril of met mijn handen enzovoort. You got it. Nou, ten eerste zou het heel erg leuk zijn als jullie mij horen. Ik pak mijn controllers op. Ik bedoel, ik heb mijn handen. What the hell? Wat is dit, though? Ik weet hoe ik het main menu moet triggeren, maar dat wil ik niet. Welkom bij de nieuwe shooting range in Pavlov. Mag ik deze even droppen? Dat mag. Oké. We draaien ons even om. En we gaan... Yo, er zijn echt veel geweren bijgekomen. En wat zie ik nou? Attachments. Oh, er zijn ook attachments bijgekomen. We beginnen rustig met een pistooltje. Oh, ziet er goed uit, man. Oh, niet doen, Sander. Niet doen. Kan ik die erop zetten? Ja, kan ik die er ook op zetten? Nee, die past niet. Wow, die voelt echt huge aan. En die is nog groter ook. Oké, kan ik ook omdraaien en aan de slag gaan hier? Kan goed aimen. Wat gebeurt hier allemaal? Een knop. Oh. Oh shit. Ik moet hier met een andere geweer iets doen. Oh, hier wordt me even geleerd wat ik moet doen. Oké. Okay. What the hell, het schieten is veranderd. Dat kan ik je al zeggen. Het is een stuk realistischer geworden. Magazine release. Press the lower quadrant to release the magazine. I know, man. Oké, ik weet dit. Dus dit is een soort tutorial. Oh ja, er staat ook tutorial. Oh my god. Alright. Nou, die hoef ik niet meer te pakken. Fuck de tutorial. Kan ik die ook weer wegdoen? Ja, dan gaat de tutorial weg. Oké. Oh ja. Ik begrijp het. Ik kan daarop drukken en dan gaat hij naar 3 meter. Maar hoe reset ik hem dan? Oké. Dus druk ik gewoon hier nog een keer naar onder. En hij reset. Ah, oké. 2,4 meter ziet al ver genoeg voor dit. Oké. Let's go. Da. Dat is meteen perfectie. Dat is meteen zo goed. I'm done. Ik ga naar huis. Doei. Bedankt voor het kijken. Doei. Desert Eagle ziet er huge uit in VR. Ik weet niet of het zo translate op het scherm. Maar dat ziet er echt zo groots uit. Dat is niet normaal. Oh my god. Wow. Hoe freaking huge. Dat is echt zo huge. Dikke terugslag. Die mag wel met 2 eigenlijk. Zo, nou, dat is iets too much. We pakken wel even een revolver. Wow, dat ziet er ook cool uit hoor. Oké, revolver. We got it. We got the revolver for you. Nou, daar schoot ik echt perfect in de roos. Dat zal niet zo snel weer gebeuren. Oké, we moeten daarop drukken. Dan hebben we die. Oh shit, fuck. Ik drukte per ongeluk op tutorial. Ik wil hem niet meer. De tutorial. Weg jij. Ja, goed zo. Ik ben zo goed hier in de shooting range. Oké. Ik voel me een beetje Rick Grimes met zo'n revolver. What the hell? Er is ook helemaal nabevingen daar. Ik weet ook niet of jullie dat zien, maar ik zie nabevingen. En dat ziet er geweldig uit. Wow, je maakt ook echt grote gaten.
Oh fuck, hoe reload ik dit ding? Dat. Oh ja, uit. Oh nee, 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 nee. Dat. Chuck. 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 Jezus. Dat mag wel heel veel damage geven. En dan. Chuck. Oké. Okay. En dan. Huh. En dan. Oeh, dan werkt hij. Oké. Okay. Iets minder terugslag. Oei! Ja, mooi, mooi zo'n revolver. Want, als we hem nu gaan kijken, dan zit er gewoon een heel gat in. Ik kan er gewoon doorheen kijken. Ja. Oh, dat is wel cool. Dat is wel vet. Maar, ik wil andere geweren proberen. Dit is een goed ding. We draaien ons even om en we lopen even. Oké. Okay. Say hello to my little friend. Tak, 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 tak. Nah, ja. Oké. Okay. Doen we. Gaan we gewoon doen. Yeah. Fix it. We doen hem eventjes. Oh nee, dat hebben we al gedaan. We zetten hem op 5 meter. Daar moet ik hem vasthouden. Oké. Okay. Komt ie. Oké. Okay. No. Hipfire. Oh, ik hou hem niet laag. Ik hou hem niet laag. Oh shit, hij is ook helemaal overheen. Hoe reloaden we dit? Oh, ik drukte op de verkeerde knop. Oké, okay, die weg. Die eraan. Die open. Die daarop. Die dicht. Chuck, chuck. Ja, dat gaat een stuk sneller als je gewoon normale FPS games speelt. Maar ja, ik moet het nu zelf doen met mijn handen. Dan is het even wennen. Maar dan leer je het wel. Kijk, kogels er ook uit gaan. Wow, dat is het. Oh ja, ik schiet overal op en hij is zo licht als een veertje. Dat heb je nog wel in VR. Wie weet, later niet. Ja, dat zijn heel veel. We gaan nog even kijken bij andere dingen. We hebben een Uzi. Oh, dat lijkt me wel cool. Zo, die is ook shiny en gedetailleerd, jongen. Wat ziet dat er toch cool uit. We gaan daar naartoe. Wat hebben we hier eigenlijk? Minigame. Oh. Ook leuk. En hier hebben we hetzelfde? Ja. Dus we hebben alleen het midden minieke. Maar daar hebben we geen tutorial. Oké. Okay. Dat is wel fijn. Geen tutorial knop. Ja, Uzi is ook niet voor heel ver. Dus wow, die heeft weinig terugslag. Maar het kan ook zijn dat ik die LMG nu gewend ben. Maar die is heeft heel veel bullet spread. Ja, die heeft heel veel bullet spread, maar we kunnen wel heel snel reloaden elke keer. Dat is super chill aan dit ding. Niet super accuraat, maar je doet ha, ho, ha. Dan is de MP5 ook van dichtbij. Oh, nou, ik pak wel een nieuwe. MP5 is ook van dichtbij zeker. Ik ben benieuwd of deze minder of meer terugslag heeft. Oh! Nou, de bullet spread is meteen een stuk minder. En dat zie je hier ook. Ja, ik mag hier niet voor staan, dan word ik teruggetrokken. Kijk, dat doen ze expres. Zodat je niet kan leunen. Een beetje zoals bij darten, zeg maar. Nu vergelijk ik dus schieten met een geweer met darten. Maar het is allemaal nep, vergeet dat niet. Maar bij darten dan gaan ze op een moment zo darten en dan gaan ze helemaal naar voren. En dan word ik elke keer een beetje teruggezet. Dat mag niet. Bij darten wel, maar ja. Is deze ook makkelijk met reloaden? Ah. Ja, deze schiet wel echt heel erg fijn.
Die heeft heel veel controle, maar ook weinig bullet spread. De MP5, dat is eentje die ik wil hebben. Mijn geweer kreeg ik niet los, excuses. Nou, deze ken ik. Say hello to my little friend. Wel weer een beetje veranderd voor mijn gevoel. Cool. Weg ermee. Dan hebben we ook in deze store shotguns. En shotguns moeten verbeterd zijn. Shotguns die waren heel moeilijk zo te kokken. Zo tjak tjak. Maar blijkbaar pak ik precies de automatische. Hoe reload dit dan? Kan ik die nou gewoon in één keer erin doen zonder iets open te trekken? Oké. Okay. Die begrijp ik ook. Maar deze shotgun is als het goed is met een chak-chak. En die. Die moet nu werken. Heel makkelijk. Dit is ook een shotgun, zeg. Jezus. Holy moly cannoli. Nou, die is ook al heel goed. Ik voel me nu echt Jericho van Driver. Met deze sawn-off shotgun. Ja, die heeft maar 2 kolen, maar hoe doen we die er dan uit? Oh. Ja, net zoals toen. Of net zoals toen. Oh. Maar hoe doe ik hem weer goed dan? Ja! Lekker jongen. Dus chak. Hap hap. Hoep. Hoep. Oh my god. Dat is ook wel een leuk geweer. Wat hebben we nog meer allemaal dan? Dit zijn dus shotguns en SMG's en machine guns. Maar hier hebben we ook machine... Oh, dat hoort dan tot de SMG's, basically. Wat? Echt? Is dat nou... Is dat... Oh, nee. Nee. Dat is een car, toch? Nee, dat is er. Dat is de Duitse rifle. De car. Wow, wat cool om dit in het echt te zien. Nou ja, in het echt, je snapt het wel. Alles zie je in diepte in VR. En ik heb gewoon een car vast. Wel jammer van dat groene puntje, though, maar dat... Ja. Yeah. Oh my god, dit moet ik doen. Dit wil ik doen. Een echte car. World War II rifle, zoals ik vroeger speelde in Call of Duty 1 en 2. Rifle only, competitive play, ligt gewoon voor mij. Dat is best wel cool, zeg. Jezus, had ik niet verwacht. Ik zag die niet eens, de car. ...11,5 meter. Ja, hoe de hel houden we dit vast? Zoiets? Wow. Oké, ik ga eerst even kijken hoe ik mijn eerste schot deed. Oh, jezus, je mag niet leunen naar voren. Oké. Maar ik zie het wel. Daar niet van, hoor. Ik zie het wel. Oké. 10,8. Dit moeten we dan doen, natuurlijk. Oh, dat ziet er zo goed uit. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Hup. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Kut. Hop, hop, hop. Nee, hop, hop. 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 Shit, verkeerd. Laat maar. Laten we gaan kijken. Hey, wel eentje bullseye. Wel eentje bullseye. Dat vind ik cool. Dat vind ik echt heel vet. Ja, dit wordt wel heel moeilijk zonder scope, maar...
Hap, hap. Tjak. Ik heb geen idee waar ik schiet. Zo, dit is echt zo cool. Ik hou mijn controller. Nou ja, dat is een beetje... Oh, kut. Check, check, check. Hop. Hop. Check. Ja, je moet hem in naar voren doen, dan naar beneden natuurlijk. Jezus. Dat is echt zo cool. We hebben niet echt raak geschoten. Een beetje aan de zijkant vooral. Maar het wordt heel moeilijk om te zien. Daar moet ik misschien een betere VR-bril voor hebben. Maar ja, VR-brils zijn duur. Dit ding was ook heel duur toen. We hebben hem natuurlijk wel een tijdje. Maar toch best goed. Toch best oké. Okay. En vooral gewoon heel cool om dat een keer te kunnen doen. Zo schieten met zo'n ding. Dat is insane. Kunnen we die ook een scope geven? Ja hoor. En we hebben een car sniper. En we hebben een car sniper. Oké. 20 meter. Ja, lekker zanden. Het vlak in het midden wordt een beetje helemaal wit. Hier, als ik precies hier recht. Dan zie ik alleen maar witte pixels door die glare. Die ging heel laag. Het is wel echt zo freaking gaaf. Om dat gewoon een keer zo lekker te schieten. Ik vind deze gun race nu al super cool. Die laatste was heel laag. Die andere was, ja, hoe ik het als eerst deed. Dat daar een car is, is nou, dat is zo cool. Natuurlijk hebben we ook die, modern. We hebben dit ding. Nou, die heeft ook meteen een scope. Zo, dat is een flinke hunting rifle, of niet? Zo, dat is ook heel vet. Nou, voor de rest natuurlijk kan je nog altijd online spelen. Nu vind ik alleen in Europa Search and Destroys. Dit neem ik even best wel laat op. Zo zie je hier ook Total Carnage Games. We hebben ook, als het goed is, Battle Royale al. Ja, dit zijn testing servers, Battle Royale servers. Dat komt er ook allemaal aan voor VR. Nu zie je op dit moment in Noord-Amerika dus een serverlijst van 11. Niet verkeerd. Om eerlijk te zijn, we hebben Zombie Playground en Deathmatch op United 747. Je kunt het altijd proberen. Ja, dat was heel speciaal. Komen wij in een grenade-only lobby, nou. Ja, dat was Pavlov, even in de shooting range. Echt, dat was even weer een droom die uitkomt. Wist ik veel dat de car was toegevoegd. Met de ModMic Wireless aan de bril vastgeklampt. ModMic kan je overal aan vasthaken. Weet je van de andere ModMic reviews als je die hebt gezien op mijn kanaal. En deze wireless, die is dus gewoon compleet draadloos en geweldig voor VR. Dat je niet vast zit aan een kabel. Natuurlijk, mijn VR is nog wel aan de kabel. Heb je ook tegenwoordig wireless. Maar dat was een fijne ervaring. Hoop dat jullie hebben genoten. En dan spreek ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video. Bye bye!